jasje is van de H&M. Mijn short is van de Zara. En mijn slippers die zijn van H&M. We zijn op een marktje in Bartjac momenteel. En dit is mijn outfit van vandaag. Mijn kleedje is van H&M voor maar 9 euro. En dan hadden ze ook nog een heel veel andere kleuren en printjes. En dan mijn schoenen zijn van Converse, witte All-Stars. Mijn handtas is ook van H&M. En dat is alles wat ik aan heb. Dus dat is mijn outfit voor vandaag. Hallo iedereen, goedemorgen. Vandaag is mijn outfit van de dag een bikini. Omdat ik ga de hele dag in de zon liggen. Ik heb er net al in de zon gelegen. Want het is super warm vandaag, dus ik lig bij het zwembad. Super fijn in de zon. Ik ga het zwembad zelf niet filmen, want er zitten heel veel mensen in. En ik denk niet dat die allemaal heel graag op beeld willen komen. Dus daarom film ik het zwembad niet. Maar ik zal zelfs wel laten zien waar dat ik aan het liggen ben als ik niet bij het zwembad lig. Mijn bikini is deze blauwe bandeau. En dit broekje. En deze is van H&M. Die is er ook in het oranje. We hebben daar ook een blogpost over gedaan een tijdje geleden. Ik heb die in het oranje en in dit blauw. En dan voor de rest heb ik nog mijn geliefde H&M slippers aan, die nu wel toe zijn aan vervanging. Die kosten maar 4 euro of zo, denk ik. Maar die kun je echt zomaar één vakantie dragen of zo, want dan begint alles echt los te komen. En dat is alles wat ik aan heb. En als ik niet bij het zwembad aan het liggen ben, dan lig ik hier, omdat het hier iets rustiger is. Aan het zwembad is het echt heel druk. Dus ik lig hier, zalig. Het is echt super warm, ik denk 34 graden of zo. Dus dat is wel ideaal, want daar is ook een beetje schaduw. Dus dan verhuis ik mij van de zon naar de schaduw, naar de zon. Want anders wordt het te heet. Vandaag gaan we een stadje bezoeken, alleen grotere stad, Avignon. En dit is mijn outfit, dat is iets wat ik pas heb gekocht in Italië. Ik zal even recht gaan staan misschien. Oké, dat is mijn playsuitje. Dat is zo meer een overal. Je noemt dat tuinbroekachtig, zoals je de jeansmodelletjes hebt. En dan met bloemetjes, dat is van Stradivarius. Mijn wit topje is van Target. En dan draag ik vandaag ook weer mijn slippers van de H&M. Oké, de laatste dag van mijn vakantie is al aangebroken. Maar dit is mijn outfit vandaag. Ik vind het zelf wel een hele leuke. Mijn maxi rok met glittertjes is van Mogi's, een klein winkeltje in Hasselt, maar ze zitten ook online. Het merk zelf van de rok is Millenniums. En dit zijn mijn sandaaltjes. Hier kwamen heel veel vragen over op Instagram, van waar dat ik die had met de flosjes. En die zijn van Stradivarius. En dan heb ik nog gewoon een witte tanktop aan en deze is van de H&M vandaag. En mijn zonnebril is ook van de H&M. Dit waren al de outfits van vakantie. Ik heb natuurlijk ook nog andere bikinis gedragen en simpelere outfits, maar die dat vond ik niet de moeite waard om te filmen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Het was een beetje een iets andere vlog, maar ik dacht dat is ook wel eens leuk om jullie te laten zien. Tot volgende keer en geef zeker een thumbs up als jullie het leuk vonden, niet te vergeten. En tot volgende keer, dag!